Het Schilderswijkfestival was gisteren, ondanks het slechte weer, toch een succes. Het evenement op en rondom het Jacob van Kamperplein trok honderden bezoekers. Nou, dit toont zeg maar de kracht die er gewoon al jaren is in de Schilderswijk. Want dit is niet de eerste keer dat dit festival wordt georganiseerd. Maar gewoon de continue kracht waarin er allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. En waarin juist ook die diversiteit in de Schilderswijk als een kracht wordt gepresenteerd. Dat gebeurt hier met cultuur. Dat gebeurt hier ook met lekker eten, culinair. En dat is een van de krachten van de Schilderswijk. De Schilderswijk is deze zomer veel negatief in het nieuws geweest. Maar dat is verleden tijd volgens de wethouder. De Schilderswijk gaat door en dat zie je op allerlei gebied. We gaan nu ook weer de bibliotheek van de Schilderswijk heropenen. We gaan ook werken samen met de ondernemers in de wijk aan het mooier maken van het Hommaplein als entree van de Schilderswijk. Want ook de wijkeconomie heeft ontzettend veel te bieden. Dus dit is een antwoord inderdaad op af en toe negatieve uitspattingen. De Schilderswijk werkt al jaren aan haar toekomst. Het is een jonge wijk met veel toekomst en we gaan gewoon door. Het festival wordt georganiseerd door bewonersorganisaties De Paraplu. In tenten zijn verschillende activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Een bijzonder onderdeel is de Haagse Dierentuin, een kunstproject van Art is Cool. Dit zijn nieuwe dieren. Dus, ja, dat is met kunst, hè. Wij gaan natuurlijk zelf creatief nadenken. Dus je ziet in ieder dier onderdelen. Je herkent in een dier misschien wel de olifantenoren of de vleugels van een vlinder. Maar het zijn eigen Haagse dieren. Op het festival werden ook opnames gemaakt voor een clip voor het Vredeslied. Wat we hier gaan doen, dat zijn opnames maken, omdat we straks een hele mooie video willen maken van de clip. Een video die de wereld rond kan via YouTube. En de clip wordt hier midden in de Schilderswijk opgenomen. En we laten beelden zien van de Schilderswijk, maar ook van de mensen die hier samen dansen, samen zingen en samen genieten. Het Vredeslied is bedoeld als een oproep om vreedzaam samen te leven. Absoluut. En dat komt vanuit de Schilderswijk. Juist vanuit de Schilderswijk. Want als je weet dat hier 120 nationaliteiten al een jaar of 30 met elkaar samenwonen. En als je ziet hoeveel daar goed gaat in plaats tot er misgaat. Ja, dan kunnen wij best zeggen dat wij vanuit de Schilderswijk iedereen op mogen roepen om samen te wonen. Wij kunnen het, dus waarom de anderen niet? Het Schilderswijkfestival komt volgend jaar weer terug.